Vrienden, jullie zullen dat toch ook wel hebben? Dat jullie, ik in ieder geval wel hoor, dat jullie helemaal klaar zijn met die talkshows van tegenwoordig op tv. Goeiedag zeg, dat is toch gewoon niet te harder gewoon. En dat ze de kijkers, dat is het allerergste, dat ze de kijkers, jullie en ik, gewoon volkomen niet serieus nemen. Weten we nog hoe het ooit was? Op tv. Weten we nog de programma's zoals Barend en Van Dorp? Dat je gewoon een talkshow had waar het vuur van afspatte. Dat mensen elkaar bijna naar het leven stonden. En dat je discussies had waarvan je dan, ho, hallo. En als je dan de volgende dag moest zeggen, ik heb het niet gezien, dan telde je gewoon niet mee. Dat waren talkshows. Pauw en Witte Man en Pauw Alleen. Dat waren programma's waarvan je dacht, hé, daar gebeurt wat. Dat is toch helemaal niet meer zo? Nee, het is toch gewoon één grote brei van geneuzel. Het kabbelt en babbelt maar door. Dat is het. Ja, ik zeg het vaak genoeg tegen Jut hier thuis. Naar welke kabbel en babbel gaan we kijken? Noem de naam van het programma niet eens meer. Nee, het is gekabbel en gebabbel. Meer is het niet. Nou, en die kabbel en babbel, dat zit dan bij Jinek. Nou, die weet al helemaal niet hoe je moet lachen en hoe je mensen moet entertainen. En dat reutelt maar door. En dat is me daar gewoon een behang elke avond. En ik weet zeker dat jullie je daar ook aan ergeren. En ik weet zeker dat jullie je daar ook aan storen. En dat zal binnenkort ook wel gaan blijken. Binnenkort zullen de kijkcijfers gaan uitwijzen dat jullie en ik, dat jullie er helemaal klaar mee zijn met die programma's. Wat denk je van zo'n Op 1? Kan je het nog herinneren dat niet zo lang geleden, had je een programma de vooravond, en er werden die twee mensen, zo'n vrouw en zo'n jongen, die werden ontslagen, want het programma was niet urgent genoeg. Kan je het nog herinneren? Het was niet urgent genoeg. Nee, het moest allemaal urgenter bij de NPO. Ja, en urgent, dat wil dan zeggen dat je gedwongen wordt om te gaan kijken vanwege de brandende actualiteit. Dat bedoelen ze daarmee te zeggen. Wat zien we dus maandagavond gebeuren? De hele wereld houdt de adem in. Hè? Van, oh, wat gaat Poetin doen? En nee, zegt Op 1. Nee, wij beginnen gewoon met een hoempapa-band. En we gaan dus een half uurtje lang met die schaatsers uit Peking praten. Nou. Want dat is urgent, vrienden. Ja, dat is heel urgent. Nou, dat Op 1, dat is vanaf nu, beste vrienden, helemaal zeker. Dat hoeven we nooit meer serieus te nemen. Wat een afgang. Dus vrienden, ik ben er al mee begonnen. En ik zou zeggen, ga het ook maar doen. Stop met kijken naar kabbel en babbel.